Oké, waarschijnlijk is het echt de 10e keer dat ik het begin van mijn eerste vlog opneem. Maar mijn idee was om vanaf nu alles wat ik doe elke dag vast te leggen op video. Haar volgers zijn zo fanatiek. Wij kunnen ons dat helemaal niet voorstellen. Het is echt een merk aan het bouwen. Dat is al heel lang online. Ik kreeg ineens een appje of ik een nieuwe vriend heb. Ik hoef niet te weten met wie je allemaal deed. Maar als ze thuis gaat komen of met die kleine, dan wil ik het wel graag weten. Ik vind het voor haar wel echt kut dat ze een vader moet missen, zeg maar. Ja, wij hebben gewoon echt zo'n broer-zussenband. Maar wat hij haar soms aantrekt, dat is echt niet oké. Als zij zegt niet too much, dan is ze gewoon vol in de glam. Dan zet ze nog net niet een zonnebril op binnen. Oh, wacht, zie je dat dan? Ja, tuurlijk. Nou, daar ga je met je dikke huismoeder.